Welkom bij een nieuwe productreview video van de Roofboxer V8 vs de Roofboxer XX. Wat is nou eigenlijk het verschil en waarom is er een vernieuwde versie uitgekomen? De Roofboxer V8 is eigenlijk de icoon onder de Roofboxers. En ja, dit is toch wel echt een fantastische helm, maar er was ruimte voor verbetering. Dus het sluitsysteem, dus de kinbak sluitsysteem, maar ook het sluitsysteem hieronder, het vizier, hoe luchtdicht die is, het zijn allemaal dingen die verbeterd konden worden. De Roofboxer XX, de verbeterde versie, de doorontwikkelde helm, die heeft eigenlijk al deze punten opgelost. Je ziet bijvoorbeeld als je de Roofboxer XX sluit, dus je doet de kinbak helemaal naar beneden, zit die in één keer vast. Bij de Roofboxer V8, als je die sluit, dan zit die niet dicht. Dus die moet je handmatig moeten klikken, anders blijft die gewoon open. Is niet heel erg, maar dit is op zich wel heel prettig dat het is opgelost. Je ziet aan de voorkant zie je ook nog roostertjes bij beide helmen. En ik zal die van de V8 ook even laten zien. Je ziet bij de Roofboxer XX dat dit schuifje open en dicht kan. Je ziet bij de V8 dat dit eigenlijk altijd open is, dus je hebt geen keuze. Nou, op het moment dat je de kinbak weer omhoog doet bij beide, dan zie je dat bij deze het vizier gewoon blijft zitten. En bij de Roofboxer XX gaat hij mooi omhoog. Wel prettig, weer één handeling minder. Het volgende punt wat verbeterd is, is de sluiting bij de kin. Je ziet bij de Roofboxer V8 dat het gewoon een soort gordelsluiting is. Dus je klikt hem erin en je klikt hem ook weer open. Dat herken je een beetje van de auto. Dan zie je bij de Roofboxer XX dat deze een andere soort sluiting heeft. Dus deze die heeft meerdere knopjes. En die kan je dus zo doen, maar wil je hem nog een klein beetje stellen, dan is daar ook nog gewoon ruimte voor. Dat is wel een mooie verbetering. Dan zie je de rand hier bij de Boxer XX en de rand bij de V8, is dat dit een soort stoffen rand is. En je ziet hier dat het een rubberen rand is. En dit zorgt ervoor dat het veel beter afsluit en de Boxer XX die heeft dus eigenlijk ook gewoon een veel betere luchtdichtheid. En zorgt ervoor dat je gewoon minder last hebt op de snelweg van geluid en van wind, dat soort dingetjes. Bij de Roofboxer V8 heb je eigenlijk maar één smaak, en dat is mat zwart. Nu komt de Roof met een getatoeëerde versie. Het is geen echte tatoeage natuurlijk, maar dat is een mat grijze met aan de zijkant een soort tatoeage. Dat staat bij ons op de webshop. De Boxer XX die heb je in wat meer smaken. Dus je hebt hem in het glimmend zwart, je hebt hem in het mat zwart, je hebt hem in het carbon en je hebt hem in het half carbon. En ook full carbon in het rood en in het blauw. Staat ook bij ons op de webshop. Nu is het qua vizieren ook nog anders. Bij de Roofboxer V8 heb je drie keuzes. Dat is spiegel, half smoke en dark smoke. Bij de Boxer XX zijn er twee smaken aan toegevoegd. En dat is goud en blauw. Dat is deze. Ontzettend mooie kleuren. Zeker bij een carbon versie is dat toch wel echt heel tof om te doen. Dus dames en heren, dat is eigenlijk het verschil tussen deze twee helmen. Ze staan beide op de webshop, dus wil je nog eventjes kijken wat ik nou allemaal bedoel en welke versies het allemaal zijn. Die staan dus bij ons op de shop. Ik kan er natuurlijk ook een mooi visietje aan toevoegen. Ik zou zeggen, veel plezier met kijken en ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En tot de volgende video. Tot ziens.